Theo van Gogh was een columnist, schrijver, televisie- en filmmaker die de controverse niet schuwde. Waar anderen angstvallig hun mond hielden, wist hij feilloos de vinger op de zere plek te leggen. Regisseur David de Jong ontleed uit honderden uren beeldmateriaal en interviews met bekenden van Theo de ziel van deze uitzonderlijke maker. Welkom in Utrecht, de provincie van Anton Mussert. Kant, omdat jullie hebben gecollaboreerd met de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Is het al 20 jaar geleden dat Theo van Gogh is vermoord? Ja, op 2 november 2024 wel, ja. Ja. Wauw. Ja. Zo voelt het niet alsof het zo lang geleden is. Nee, voor mij ook niet, nee. Nee. Weet je nog waar je was op dat moment? Ik werkte toen bij de Keuringsdienst van Waarden. En ik keek naar het nieuws daar, op de redactie. En daar zag ik al dit hunkar. En die zei, er is een aanslag gepleegd op Theo van Gogh. En ik had toen net twee weken daarvoor was mijn dochter, eerste dochter geboren. Dus het was totale gekte. Wauw. Die week. Waarom dacht je, hier moet ik een serie over maken? Nou ja, ik was toen... Toen ik dat nieuws zag op de tv, was ik, behalve heel erg bang, was ik ook heel erg kwaad. Ik weet nog dat ik terugkwam van de redactie en het pontje nam. Het was 's avonds laat en ik keek zo over al die lichtjes bij achter het Centraal Station. Ik dacht, daar verderop is iemand gewoon op een fietspad neergeschoten en afgeslacht als een beest. Ja, ik was echt heel kwaad. Dus dat bij elkaar. Ik had al een interesse in hem, plus die kwaadheid. Ongeveer vanaf die tijd begon dat te broeien dat ik iets over hem wilde gaan maken, ja. En waarom kon het nu? Dat is heel simpel. Ik werd gevraagd door de producent Pieter van Huistee. Die had de rechten op de biografie van Theo van Gogh, geschreven door Jaap Cohen, gekocht. En die zocht een regisseur om daar een film over te maken. Ja. Met behulp van de research van Jaap Cohen. En ik heb vanaf begin af aan gezegd, ik wil een serie over maken, want ik begreep al heel snel dat er heel veel kanten aan zijn persoonlijkheid en zijn geschiedenis zaten. Dus ik heb de hele tijd geprobeerd om dat van de grond te krijgen. Dat was, ik denk, ergens 2020, 2021. Ik ben een van de heel weinigen die vanwege een stukje voor de rechter is geweest, een 10 jaar lang. En niet op mijn verzoek. Het is altijd hetzelfde. Iemand anders begint en ik doe wat terug. Ja. En als ik het allemaal terug doe, wordt er gezegd, oh, wat is dat toch schandelijk. Theo van Gogh, jij gaat deze dagen door het leven als de eeuwige antisemiet. Kan je ermee leven? Het stemt dankbaar dat ze hier van mij het eeuwige leven toewensen. Maar voor het overige, ja, ik ga er niet serieus op in. No way dat hij een antisemiet was. Het stuk is totaal niet antisemitisch. Hij was absoluut geen antisemiet. Ik zou zo bij hem onderduiken. Hij zou voor me vechten. Ik vind hem antisemiet, ja. Douchen met Cyclone B en zo had Theo het ook altijd over, weet je. Dat ik denk, hoe krijg je het in je hoofd? Het is een beetje puberaal, vind ik. Het was een hetsen. Ik zeg, moet dat nou? Dit gaat natuurlijk helemaal mis. Vroeg of laat krijg je glazen mee. Op een gegeven moment heb ik dus gekeken waar hij woonde. Ik dacht, ja, nou moet je eens een keer ophouden. En toen ben ik in Oost bezig kijken waar hij woonde. Dus dat is al ver voor Mohammed B. in actie kwam. Ik was in staat om een aanslag te plegen. Maar dan maak je een serie over hem. Is je beeld over hem veranderd? Nou, ik kende bijvoorbeeld zijn speelfilms helemaal niet. En dat is een heel interessant genre wat hij maakt. Van totaal krankzinnige films. Bijvoorbeeld over een vrouw die met een vrouwelijke handlangster mannen vermoord om dan hun penissen op te eten en zo. Hij heeft allemaal hele gekke dingen bedacht en die ook echt verfilmd. Ja, en de persoon Theo van Gogh? Ja, daar wist ik bijna niks vanaf. Nee? Nee. Hij heeft zo'n merkwaardige levensloop gehad. Al die details daarvan, die heb ik inmiddels leren kennen. Maar om te zeggen dat ik hem echt heb leren kennen, nee. Hij heeft een heel ingewikkeld liefdesleven gehad, relatieleven. Hij zei zelf vaak over zichzelf,
dat hij een heel depressief iemand was. Dat wordt door vrijwel iedereen als Lari afgedaan. Dus was het nou iemand die in zijn eentje 's avonds laat op zijn kamertje depressief op de bank zat? Ik weet het niet. Hij zegt zelf soms van wel. Dus misschien zijn er alleen maar meer vraagtekens gekomen door het maken van deze serie. Ik kan alleen gelukkig zijn als ik iedere morgen wakker word met de gedachte: vandaag kom ik haar tegen. Het is altijd leuk om ervan te dromen. En telkens weer doe ik mijn ogen dicht en bid: dit is haar. Maar het is haar nooit. Als je en neukt en een zogenaamde relatie hebt en je leven met elkaar deelt, dat vind ik wat veel. Af en toe steek ik het geval in een moedertje van het schoolplein. Cynthia. En dan natuurlijk de volgende morgen een koele kus en pleiten. Ik ben een zelfverkozen vrijgezel en vrees dat altijd te moeten blijven. Ja, ik zat naar je serie te kijken en ik dacht, wauw, wat heb je onwijs veel mensen geïnterviewd. En wat een zee aan beeldmateriaal je wel niet hebt moeten kijken. Ja. Nou ja, dat is dus heel erg tegengevallen. Ik had ongeveer 120 mensen willen interviewen, maar de helft wilde niet. 120 mensen wilde je interviewen? Liever wel, ja. Ja. Wauw. Ja. Maar ik interview ook heel vaak de buurvrouw of de schoonmaakster of de eigenaar van de kattenfokkerij waar hij zijn kat kocht of zo. Dus dat, die kunnen allemaal een verhaal hebben. Ja, en daar moet je dan uiteindelijk toch een verhaal van maken met zoveel materiaal. Ja. Is dat niet een onwijze uitdaging dan? Nee, dat is helemaal niks aan. Nee, dat ben ik al 15 jaar aan het doen. Ik interview iedere keer heel veel mensen. En dat gaat in één moeite door dat ik die interviews even inkort en daar wat themaatjes uithaal. En die gooi ik dan in mapjes. Dat kan ik straks op de computer laten zien. Ja. En daar ga ik dan mee puzzelen. Daar heb je hem. Theo. Nou, ik zie ook het een en ander op de kast. Ja. Ja, ja, dat zijn de verschillende hoofdstukjes van de serie. Kijk, je ziet gele strookjes. Dat zijn de chronologisch gerangschikte onderwerpen. En je ziet blauwe, dat zijn de thematisch gerangschikte onderwerpen. En daar ga je dan mee puzzelen en schuiven. Nou, zo zijn er ongeveer 250 van dat soort tijdlijntjes. En dat ben ik dan steeds meer gaan indikken. Wauw. Ja, het is echt niet te doen. Het is niet te doen. Want ik wilde eigenlijk alles in die serie proppen. En er is nog nooit echt een soort overzichtsfilm over hem gemaakt. Ik vind hem een van de interessantste levens hebben van de naoorlogse cultuur in Nederland. En er zitten zoveel aspecten aan. Dus ik wilde gewoon in een serie die verschillende aspecten laten zien. Ik herinner me ook uit die tijd dat ik nog eens de televisie ben opgegaan omdat ik toen een verlicht moment had om clitorisbesnijding te bepleiten in het ziekenfonds, zoals dat vroeger ook met abortus gebeurd is, juist ook in het kader van de gelijkwaardigheid van culturen. Sinds Allah in mijn leven kwam en ik dus het ware geloof vond, kent mevrouw Van Gogh eindelijk haar plaats. Als parel van onze multiculturele samenleving wil ik gezellig met haar op bezoek bij onze lijsttrekkers. En dan vraagt hij aan die politici die allemaal mooie woorden hebben over de multiculturele samenleving. Luister eens, ik heb hier mevrouw Van Gogh. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustiger van. Hoe vind je dat, Frank? Nou, dat lijkt me een beetje dom idee, Theo. Ja? Ja, want jij moet je leven jezelf weten, joh. Ik heb haar besneden, want dat maakt haar rustiger. Ze worden er veel rustiger van. Is dat zo? Ja, serieus. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustiger van. En heel veel van wat Theo heeft gedaan en gezegd, dat ja, veel dingen zouden nu ook echt niet meer kunnen, denk ik. Of nee, denk je van wel? Ik denk dat het wel kan, want hij deed het ook met heel veel humor en veel erudieter dan alle hedendaagse beledigers van Geen Stijl en andere vreselijke media. Dus de manier waarop hij beledigde, daar zat een verhaal achter. Dat was mooi geformuleerd. Ja, je hebt wel veel bewondering. Ja. Nou. Veel mensen hebben hem heel anders ervaren. Ja, nee, maar die kant zie ik ook, ja. Ik vind zelf dat ik de zwarte kanten van hem, de echt grensoverschrijdende dingen,
heb laten zien in ieder geval. En toch ook de vraag heb opgeworpen, hoe zat het met zijn geweten? Had hij een geweten? En daar heb ik soms wel eens aan getwijfeld, ja. Ja? En die twijfel, die kun je denk ik na de serie ook krijgen. En dat is ook goed, denk ik. Maar ik denk uiteindelijk wel dat hij een geweten had. Maar dat hij soms dat geweten een beetje opzij kon schuiven, omdat hij andere belangrijke doeleinden had in zijn hoofd. Bijvoorbeeld de discussie over de islam opentrekken of zoiets. En dat ging dan ten koste van mensen. Ja. Geachte mevrouw Van den Berg. Ik heb een nogal roerig leven geleid. Met te veel drank en drugs. Hoewel ook veel aardigheid ondervonden en gelachen. Mijn geheugen is aangetast. Maar dat belet me niet om te proberen mijn vreemde jeugd te reconstrueren. Als jongetje van 12 ben ik vagelijk verliefd geweest op een meisje in een rolstoel. Ergens in 2004, in september, lag er een brief in de bus van Theo van Gogh. Ik denk, hè, wat heb ik nou aan mijn klomp hangen? Iedereen wist wie Theo van Gogh was, behalve ik, bleek het wel. Ik zal hem vast wel eens op tv gezien hebben, maar ik denk dat ik hem gelijk weggedraaid heb. Het was nou niet bepaald mijn type. Toen ik die brief gelezen had, dacht ik, wat is er gebeurd dat hij als 12-jarige verliefd werd op een meisje in een rolstoel? Was het misschien omdat ze niet weg kon lopen? Maar daarover schreef hij, dat was niet zo. Maar ik had de behoefte iemand te troosten die even eenzaam was als ik. En je hebt wel gekozen voor de brieven die steeds weer terugkomen. Ja. Was dat al je idee toen je eraan begon? Of is dat er langzamerhand ingekomen? Ik las daar over die mevrouw Mieke van den Berg in het boek van Jaap. Toen ik dat las, heb ik meteen haar gebeld. En ik dacht meteen, ja, dit is geweldig. Een meervoudig gehandicapte dame die vlak voor de dood van Theo ineens van Theo brieven ontvangt. Om wat voor reden dan ook. En die wil een soort penvriend worden. En die vertelt allemaal dingen over zijn leven. De meest intieme details. Ik dacht dat die moet de film openen. Ja. Wat vertelt het uiteindelijk? Zeg maar, waarom vond je het belangrijk om dat te laten terugkomen? Ik denk dat via Mieke zie je wel een hele kwetsbare kant van Theo. Die je niet echt verwacht. Iemand die die zichzelf eigenlijk als een soort mislukt iemand ziet. Tenminste, zo schrijft hij die brieven een beetje. We hebben dus een kijkersrubriek. Mensen kunnen dan de serie kijken en daar een vraag over stellen. Lisette Vos vroeg zich af, als Theo van Gogh nu een leven zou zijn en je kon een vraag stellen, welke vraag zou dat zijn? Misschien zou ik vragen, hoe bezie jij het fenomeen Donald Trump? Hij heeft ooit een artikel over Trump geschreven. En had ook wel een soort heimelijke bewondering voor zijn rijkdom en zijn succes en zo. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich zou ontwikkeld hebben nu Trump zelf eigenlijk een gevaar is voor de hele wereld in mijn ogen. Hoe zou hij dat gezien hebben? Ja, je bent onder zijn huid gekropen. Wat had hij op jouw vraag geantwoord, denk je? Hij had gewoon een hekel aan charlatans en aan hypocriete figuren en leugenaars. En ja, het woord leugenaar, dat past wel heel erg bij Trump. Maar aan de andere kant zou hij het ook wel weer geinig gevonden hebben. Dat iemand zo tegen draad is en tegen alles ingaat. Dus ik ben daar niet helemaal gerust op. Maar ik denk dat hij toch wel diep in zijn hart een antifascist gebleven zou zijn. Wat heeft je het meest geraakt? Ja, nou, ik heb hier wel eens geëmotioneerd achter mijn editing-setje gezeten bij het monteren van die scène over de moord zelf. Ja.
Dus eigenlijk die oorspronkelijke emotie van toen ik bij de Keuringsdienst van Waarde werkte. En gewoon dat iemand dit in zijn hoofd heeft gehaald om iemand anders zo in het openbaar af te slachten. En ja, de machteloosheid daarover en het onrecht en het realiseren waar die man allemaal mee bezig was. Hij was in 2004 was hij eigenlijk op de toppen van zijn kunnen. Hij was aan één stuk door aan het filmen en aan het schrijven en aan het doen. Hij was verslaafd aan de set. Daar leed hij niet. Dat was de enige plek waarin hij wel sociaal was. Waarin hij wel zijn krankzinnigheid kon botvieren. Waarin hij wel zijn idiotieën en zijn fantasieën en zijn wensen en strevingen waar kon maken. En dat niet alleen, hij kon ook het gedrag van de mensen naar zijn hand zetten. Even koppen dicht hier. En daarom was de set de veiligste plek die hij had. En daarom woonde hij ook in een decor wat de setdressers voor hem gemaakt hadden. Het kon hem niet schelen of dat gifgroen was of... Het was onderdeel van de film Theo van Gogh. Er is ook een generatie die kennen hem helemaal niet. Wat hoop je dat zij uit de serie halen? Ik hoop dat ze iets leren over hoe veelzijdig iemand kan zijn. Dat je en heel naar kan doen tegen mensen. En ook heel erg geïnteresseerd in andere mensen kan zijn. Heel aardig kan zijn. En creatief. En dat mensen niet in één hokje thuis horen. Maar in heel veel verschillende. Dat allemaal in één persoon kan zitten. Ja. En verschrikkelijk en een schat. Alles was weer dubbelzinnig, tegenstrijdig, ambigu, schokkend en tegelijkertijd aandoenlijk.